Nederland ondersteunt het ACOTA-programma. Het ACOTA-programma ziet erop toe dat de Oegandese strijdkrachten op een goede manier voorbereid en opgeleid zijn als ze aan de AMISOM-missie in Somalië beginnen. Oeganda heeft daar 6000 manschappen rondlopen en Nederland traint en leidt die manschappen op voordat ze naar Somalië gaan. Dat is een hele goede samenwerking tussen Defensie en Buitenlandse Zaken, waarbij BZ de financiële middelen levert en Defensie de opleiders. Ik ben op dit moment met 5 landmachtcollega's en een aantal internationale partners werkzaam in Oeganda om hier het Oegandese leger op te leiden en voor te bereiden op hun missie in Somalië. Dat doen we door zij militaire basisvaardigheden aan te leren, door schietoefeningen te doen, door ook militaire besluitvorming te doseren. En op die manier proberen we hen eigenlijk zo snel mogelijk voor te bereiden op hun missie. Het is voor Nederland en Europa heel belangrijk dat Somalië gestabiliseerd wordt. Nederland is een open economie. We hebben er belang bij dat de wereld zo rustig, veilig en stabiel mogelijk is. En door de Oegandese strijdkrachten met het ACOTA-programma te ondersteunen, dragen we daar een steentje aan bij.